Dit is het koetshuis van landgoed Schovenhorst. Ja, prachtig gebouw. Normaal kan je daar niet naar binnen, maar nu gaan we even kijken. En wil je er een kijkje nemen, dan kan dat. Maar ja, dan is het toch meestal met een trouwfeestje, een vergadering of een familiedag. Want daarvoor kan je het huren. Kom maar even kijken. Dit is ons horecapaviljoen, voorheen de Hop Eest. Nou, die naam die komt ergens vandaan, want we zijn hier namelijk in de oude kwekerij van het landgoed. En daar werd vroeger onder andere hop gekweekt en die werd gedroogd in de droogschuur in Eest. Nou, die schuur is verdwenen, maar die naam herinnert aan wat hier vroeger gestaan heeft. En hier kan je heerlijk in de zon zitten, koffie drinken of een biertje met bitterballen. Maar als je op Schovenhorst bent, dan moet je uiteraard proeven onze Schovenhorster koek. Dit is Ferry van de Hop Eest. Bedankt Ferry. Dankjewel. En is het met een cappuccino en de Schovenhorster koek hier goed toeven. En deze koek, daar zit kastanjemeel, amandelspijs. We hebben hem gemengd met walnoten, blauwe bessen, heidehoning. En hij is natuurlijk gegarneerd met een walnootje als verwijzing naar zo'n walnotenboom bij de werksteden. Het is een hartstikke groot succes en hij is alleen te krijgen op Schovenhorst, dus kom ook toch vooral een keertje proeven.